29. Wat voor mensen. Dat had ik niet gezien. Nou, bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik wil graag een verhaal voorlezen. Mijn stem is wel wat minder geworden in de jaren. Maar dan wil iemand het wel voor me overnemen als het niet gaat. Want het is vrij lang. En dat is een verhaal over een groot gezin. En over mijn vriendin Corrie Smit. Corrie van Jelte, Gijzer, zei ze dan vroeger. En dat is in 1938 gedaan. Omdat Corrie nu mijn vriendin was, nam ze me mee naar huis, naar het grote gezin van Jelte Smit en Gijzer Lap. Ik werd er vriendelijk ontvangen. En in al die jaren die volgden, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik niet welkom was. Ik hoorde er gewoon bij. Het was een heel ander gezin dan het onze. Dat van ons bestond uit 5 personen. Maar hier waren wel 10 en later zelfs 11. Ten eerste, Corrie had altijd vriendelijke moeder, die me net als mijn eigen moeder troostte als ik gevallen was en een klontje boter op mijn pijnlijke hoofd smeerde. Corrie, haar vader, kon zo fijn fantaseren over nieuwe fietsen en mooie dingen die we eens zouden krijgen. Eens stuurde hij ons naar de gemeentetuin om de oude koe te halen. En toen we na heel veel moeite buiten het hek hadden gekregen en er al een eindje mee op stap waren, toen kwam pa ons tegemoet en moesten we terug omdat we de verkeerde koe hadden meegenomen. Ook liet hij ons een hele grote witte kogel kopen voor het kwartje. En ik kocht vrouw Rensema, weet ik nog wel, voor haar grote gezin. Opa en Opelap woonden ook bij hem. Opa was een klein bedrijvig vrouwtje en ze was altijd bezig en flitste door het huis. In mijn gedachten zie ik haar nog sjouwen met een grote waterketel. Die stond altijd op het vuur om warm water bij de hand te hebben. Maar opa Pieterlap, die ontliep ik liever. Hij was zo brommerig tegen ons. Maar hij had het ook niet zo gemakkelijk, want hij was zo doof. En in zo'n groot gezin, waar zoveel gepraat en gelachen werd, zou hij zich vast wel eens buitengesloten gevoeld hebben. Want soms kon hij zo gekweld kijken. Kwam zijn vrouw echter de kamer binnen, dan kwam er een vriendelijke glans in zijn ogen. En zo keek hij ook naar het kleine jongetje dat een jaar later werd geboren en wiens roze wiegje in de zuidoosthoek van de kamer stond. En één keer keek hij ook zo naar mij en dat was toen hij jarig was en ik hem een pakje pruimtebak mocht geven, want hij pruimde graag. Corrie, haar oudste zuster, die toen ongeveer 18 jaar was, bemoederde ons en we hielden veel van haar. En dan volgde broer Piet, dat was een grapjas. Die speelde met ons verstappertje door het hele huis. Maar dan ging hij voor de koeien zitten en dan durfden we niet naar hem toe. En soms ging hij hangen tussen de kapschap, tussen de kleren. Maar we konden hem nooit vinden. Zo'n broer, dat was een groot voordeel. Want op school klein kon je dan weinig gebeuren. Helaas ging hij gauw van school af. Maar toen waren we al gewend aan het schoolplein. Tine was 4 jaar ouder dan ik. Ze speelde ook wel met ons, maar soms werd ze ook bij de grote mensen meegedeeld. Maar als ze bij ons was, dan hadden we altijd plezier. En dan zongen we uit volle borst. En als ze met ons naar de duinen ging, dan voelde ik me veilig. Want ze wist altijd precies wat je wel of niet kon doen. En daarna kwam Corrie, mijn vriendinnetje. En of schoon er wel eens een krimpering in onze vriendschap is geweest, is het toch tot haar dood mijn vriendin gebleven. En dan was er nog een klein zusje, Ali. En die moest bruine bomen nemen.
appelmoes en iedere avond pelden we de verf van de bonen vooruit. En tenslotte, toen werd Gijs geboren. Hij was er ineens, zonder dat wij iets hadden gemerkt. Want dat deed men in die tijden. Men vertelde kleine kinderen niet dat er een baby op komst was. En dan was er nog één oudere man die bij hem woonde en dat was Tjeerd Visser, een broer van opa. En men noemde hem ook wel Tjeerd van Zij is. Het was geen schuilnaam, maar wat het precies betekende heb ik nooit begrepen. Het was op een woensdagmiddag en we hadden dus vrij van school. Corrie en ik slaterden wat verveeld rond het huis van de familie Smit. Ik had een zak met peren meegenomen, want we hadden thuis een hoge perenboom. Deze gaf wel veel vruchten, maar ze waren maar klein. De boom staat er nog steeds, maar geeft geen peren meer. Ik denk dat ze wel 100 jaar oud is. We hadden er flink van gegeten, maar nu lusten we ze niet meer. Ik had nog een stuk of 5 over. Want het varken, dat helemaal achter in de tuin zijn bak had, hadden we ook wat gegeten. Dat varken, dat at alles. We hadden hem ook brandnetels gegeven en hondenmiekers. En Corrie had hem zelfs een stuk koude steen gegeven. En we keken met afschuw naar dat eind beest dat alles opvraagt. En daarna waren we nog even bij buurman Kees Maai. Die is ook nog wel bij veel bekend, denk ik. Hij was een echte kindervriend. We mochten zijn bloementuin bekijken en bij iedere bloem had hij een verhaal. En hij had ook een schuurtje, maar dat zat meestal op slot. Want in dat schuurtje, daar was een geheim. Maar deze middag zei hij, kom maar in. En hij nam ons mee. En op zijn werktafel, waar hij heden hoendertjes maakte en nutmeskaarnraspjes, die hij in zijn winkeltje verkocht, dan stond een grote echte doodskop. Die had hij van de kerkhof gehaald toen werklui de grond van zeer oude graven geëtaliseerd hadden. Maar zei mij, je moet dat niet terug in mee zeggen hoor, want uiteindelijk is het bij de wet verboden. Maar ik steek er direct niet met hoor. Ik heb hem al nodig om naar te kijken en dan te bedenken hoe vergankelijk het leven is. En toen werd het schuurtje weer zorgvuldig afgesloten en mij ging in huis. Corrie, haar moeder, die buiten stond, bussen te wonen, zag ons onder de muur staan. Ik geloof, zei ze, dat je me hier staat te vervelen. Nou, dan weet ik wel wat aardig is voor je. Ga naar opa, naar de diep, dan kun je hem helpen om de jongbeesten achter het hek te krijgen. En dan heb je me met die hele mooie kuier. Nu, dat wilden we wel. Want een stukje lopen was voor ons geen bezwaar. Bijna niemand had nog een fiets en er waren veel mensen die niet konden fietsen. Moeten we ook hoeden op hebben, zei Corrie, voor de steenzen, want anders pikken ze ons in de kop. Wel, nee, zei haar moeder, dat hoeft nu niet meer. De broeddienst is uit, de binnendien. Jonge vogels meer en ook ineens. Ga maar gerust hoor. En zo vertrokken Corrie en ik naar de dijk. Het zakje peren had ik nog bij me. Zal ik die dan maar een open geven, zei ik tegen haar. En Corrie vond dat een heel goed idee. We liepen de lange rechte weg naar de dijk. Tot aan het dijkhuisje waar de opa Smit woonde. We gingen even naar binnen. Alleen tante was thuis, dat was opa zijn tweede vrouw, die noemde ze dan tante. Nou, nou, zei ze, ben ik hier daar? Wat ze weer zelf heen. Naar opa, zei Corrie, want die hoede het koeien. Daar dacht ik wel, zei ze, hier voor je elke muntje. En dan maar gauw heen. Ze was een vriendelijke vrouw, maar we konden haar soms niet zo goed verstaan. Want ondanks dat ze hier jaren gewoond heeft, bleef ze de Friese taal trouw. De arme mannen zonder ons hebben het wel begrepen. Het was de moeder van Sietse Smit. Ja, en toen gingen we opa zoeken. Ver weg kon hij niet zijn, want de koeien stonden voor het zwarte hek. We klommen